De weg naar Helmond was voor mij niet moeilijk. Ik ken Helmond en Helmond kent mij. Ik ben hier geboren, ik ben hier naar de middelbare school gegaan en ik heb er 10 jaar gewerkt. En ik kan dan ook zeggen, uit ervaring, wij lijken op elkaar. De stad en ik. Ellie Blanksma van den Heuvel werd vrijdagavond in de Lambertuskerk geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Helmond. De burgemeester staat voor openheid van het bestuur. Ik wil samenbouwen aan een stad waar de Helmonder zich thuis voelt. Waar het fijn wonen is. Inwoners van Helmond mogen van mij verwachten dat ik ze ken. Dat ik laagdrempelig ben. En dat ik ze vertegenwoordig in de stad, maar ook ver daarbuiten. En met trots. Ook integriteit is een groot goed voor Blanksma, zo bleek uit haar installatiereden. In mijn vorige leven heb ik mij behoorlijk geërgerd aan mensen die zich ten koste van anderen verrijken. Die het niet nauw nemen met regels. Waar integriteit niet de norm is. Dan noem ik de bankiers, directeuren van woningbouwcorporaties, van zorginstellingen. Maar ook bestuurders. Dames en heren, ik heb weinig respect voor deze rupsjes nooit genoeg. De moeder van de nieuwe burgemeester werd ook nog eventjes in het zonnetje gezet. Mama, bedankt. Fijn dat je er bent.